allemaal, het is donderdag, tijd voor een nieuwe vlog. We zijn home alone. En we gaan eventjes lunchen. Sven die heeft alles vast, ik sta hier gewoon lekker. Als ik even de deur ophouden. Wij gaan even lunchen en naar de film. Tja, dat kan hè. Wij zitten bij de snackbar, zeg maar de vegan variant. En Sven is hier voor het eerst. Is smakelijk. Ik ben even een tas aan het inpakken, want ze gaan een nachtje naar mijn schoonouders toe. Ik draag het ook mee, dit ligt nog even te drogen van gisteren. Maar ik neem altijd een, ze gaan nu één nachtje. Toevallig neem ik nu deze mee, omdat wij dus een... een probleem hebben met de douche, dus ik dacht ik moet lekker daar douchen. Spuugdoekjes, luiers, setje kleding, knuffeltje, speentje, pyjama's, extra setje kleding, extra pyjama, slaapzak, babyfoon en zometeen nog zalfje en toilettassen. En natuurlijk nog kleding voor Niels. En een pyjama voor Niels, dus ja. Oh, nice trouwens. Praktisch zinnelijk s'nachts ook. Komen we dus snel. Komen. En we gaan zo even naar de bouwmarkt om even te kijken. Want we hebben nu een soort ontstoppingssfeer. Maar ja, daar krijgt het ook nog niet voor. Voor elkaar dus even vragen van joh, wat kunnen we dan nog doen. Want vanwege de feestdagen kan het rioolbedrijf ook niet echt snel komen. Ja, of je betaalt de hoofdprijs. Dat gaan we zo even doen. En ik moet even naar de apotheek. Want ik heb... ik heb een van Eden laten liggen bij het kinderdagverblijf, maar die was ook bijna op. Dus ik dacht dat is een goed excuus om nieuw te halen. Maar die moet ik wel mee met mijn schoonouders. Dus. En ik moet even iets aantrekken. Mittes heeft een eigen plekje op de bank veroverd. Mittes had een ongelukje gehad op de bank, dus ik heb de hoes gewassen. Maar die ligt even te drogen. Dus ze heeft meteen een mooie plek veroverd. We hebben trouwens deze bank. Kijk, deze ga ik dus ook in de was doen. Want we maken dus die plek schoon met zo'n vlekreiniger. Dat gaat dan heel goed. We krijgen volgens zo'n kring eromheen. En Mittes had weer een beetje last van de darm. Maar ze had dus overgegeven op de bank. Heel zielig. Maar ik kreeg dus de staat zeg maar dat je hem chemisch moet reinigen. Dit is de Karlstad Isunda hoes. Er staat in dat je hem chemisch moet reinigen. Maar ik had een beetje gekoeld en dan kreeg je allemaal tips. En er was ook een vrouw die was er gewoon elke 2 maanden. Dus ik dacht, ja, ik ga het toch gewoon proberen. Maar ik moet hem er nog omheen doen. Maar hij ziet er echt heel goed uit. Maar ik dacht, dan ga ik dat ze allemaal doen. Totdat we die verstopping kregen. Dus toen hield mijn plan even op. Maar in ieder geval, ja, het is een blijft een gok. Maar ik dacht, ja, chemisch reinigen is hartstikke duur. Dus ik ga dit wel eerst eens proberen. En met 1 hoes en dan zien we wel. Nou is mijn nagel gebroken. Ik ga het niet inzoomen. Ik heb hem van de week gebroken... Maar was het eerste kerstdag? Tweede kerstdag. 'S Ochtends, ik wilde Elin insmeren, maar de crème was bijna op. Toen schoot zeg maar, ik uit bij die tube en mijn nagel vloog er echt af met vel. Als ik aan denk, word ik oprecht weer misselijk. Dat was echt verschrikkelijk. Ja, dus... ik heb nu echt, ik kan echt, en alles zeg maar, elke tube die ik zie is bijna leeg. Deze tandpastatube bijna leeg. Mijn tandpastatube bijna leeg. Andere crème bijna leeg. Oh, de gedachte alleen al. En dan besef je dus hoe vaak je linkerwijsvinger, zeg maar, ik ben rechts. Hoe vaak je die gebruikt en waar die allemaal langskomt. En oh, rillingen. Goed, dus ik scheld nu heel veel. Ik probeer heel erg mijn beleid te doen in hele liefdevolle woorden, maar soms een beetje lastig. Het is 9:05, Elin slaapt nog steeds. Dus ik weet niet precies hoe we die wakker gaan krijgen. Maar die zo toch maar een beetje een porretje geven. Het licht staat wel aan, we zijn al in de camera te rommelen. Maar het ligt echt heerlijk te slapen. Maar ja, we moeten wel zo'n biertje pad gaan. En ze hebben nog drinken natuurlijk. Oh, volgens mij is ze wakker aan het worden. Die kleine vrummel. Hey, goedemorgen schone slaapster. Goedemorgen. Hi, al te lachen hè, 's ochtends. Hi, goedemorgen. Kan je de gordijntjes open doen? Hey, kijk eens hoe licht het al is. Ja. Hi, hallo, hallo. Ja, goed.
Het is al heel, heel veel later. Het begint weer donker te worden. Wat heb ik gedaan vandaag? Nou, niet zoveel. Want ik ben de hele tijd al bezig met een backup van mijn telefoon aan het maken. Ik zou naar mijn beste vriendinnetje gaan. En dan zou ik daarvoor of daarna mijn nieuwe telefoon gaan halen. Maar dan moet ik mijn oude telefoon inleveren. Tenminste, dat leek me wel gewoon recycle technisch een heel goed idee. En dan krijg je natuurlijk ook wat euro's voor. Dus ik dacht, nou, dat is dus een win-win situatie. Maar toen dacht ik, ja, dan moet ik even een backupje maken van mijn telefoon. Nou, daar ben ik mijn porcelain mee bezig. Want ik dacht, oké, ik moet eerst alle foto's op mijn SD-kaart zetten. Nou, prima. Want ik dacht, die moeten we safe hebben. Dat kan, dat is heilig. Toen dacht ik, nou, prima. Dat ik een backup van mijn computer telefoon op mijn computer ga maken. Want normaal doe je het gewoon natuurlijk van telefoon naar telefoon. Nu dan telefoon naar computer. Vind ik ook best wel een raar idee dat je hem dan zeg maar inlevert. Je nieuwe telefoon meeneemt. En dan maar op hoofd van zegen dat die backup zeg maar dan goed op je computer staat. En dat het weer goed naar je telefoon komt. Maar goed, dat negeren we nog eventjes. Maar goed, toen zat mijn computer vol. Dus moest ik eerst mijn computer leeg gaan maken. Je voelt hem aankomen. Oh, mijn plaat was er klaar. Maar goed, dus het duurde en dat duurde en dat duurde en dat duurde. En nu zit hij op 94%. Al echt een eindeloosheid. Eerst kwam er helemaal geen percentage over. Dus ik dacht echt, oké, hoe lang zit ik hier? Dus ik had tegen mijn beste vriendin gestuurd. Het kan heel snel gaan, het kan ook niet. Ik weet het niet. Ik zeg, tot hoe laat heb jij? Nou, om 4 uur kwam haar moeder. Toen was het 2 uur. Ik dacht, nou, oké, ik denk dat hij wel binnen een half uurtje klaar is. Nou, het is nu 3:30. Ik heb inmiddels natuurlijk al lang laten weten dat het hem niet gaat worden. Maar gelukkig heeft ze vanavond tijd. Maar ik denk dus dat ik niet eens de T-Mobile winkel red. Want het duurt zo ongelooflijk lang. Verder is mijn buurvrouw zo lief geweest om wasje voor ons te draaien. Dus die zit nu wel weer gewoon hier in de droger. En ja, toen was ik gewoon een beetje bezig met weet je, bestanden opruimen. Dat is ook een beetje dat ik dacht, ben ik eigenlijk aan het doen nu. Met mijn nuttige tijd. Want de kids zijn inmiddels natuurlijk uit logeren. En Sven is naar die fietscross dinges gegaan. Ik weet het al niet, ergens in België. Dus ja, ik dacht, dus ik heb net vaatwasser uitgeruimd, nieuwe erin gedaan, die ook maar meteen gedraaid, want dan is het gewoon lekker schoon. Hij zat er weer praktisch helemaal vol, dus ik dacht, dat is helemaal goed. En ja, nu ga ik maar even een beetje de zooi opruimen. En ik zag ook dat mijn, als het goed is, mijn nieuwe H&M-bestelling gewoon al binnen is. Zo gek. Vroeger duurde een H&M-bestelling heel lang. Tegenwoordig, woep, woep, je hebt het weer binnen. Ja, dus goed. Aan de slag. Ha. Nou, het eind van mijn backup is in zicht. Het is inmiddels 4:15. Maar ik denk, ik ga zo even kijken, maar ik denk dat op zich de winkels nog tot 6 open zijn. Dus beter. Anyhow, ik ga nu even de H&M-bestelling uitpakken. Ook nog wat dingetjes gekocht. Dus dit zijn net nog niet de kussens kopen. Jawel. Daar ga ik, daar ga ik, daar ga ik. Ja, goed. Dan gaan we beginnen bij het begin. Dit is denk ik zo'n basishemdje. Die kocht ik vroeger altijd bij de HEMA. Of bij de H&M. Toen op een gegeven moment vond ik ze irritant worden. Toen ben ik overgestapt naar de Primark. Oh ja, kijk. Oeh, kort. Goed. Niet goed. Nee. Dit is blijkbaar cropped. Je hebt blijkbaar alleen maar lang en cropped. Want batterij is ook leeg. Hoppie hoppie. Goed. Snel deur. Nou, daar had ik nog wat dingetjes voor Niels. Want bij hem wordt ook alles te kort. Weet iemand trouwens een plek waar je goede basishemdjes gewoon voor in je broek... Gewoon voor onder kleding, gewoon, ja, dit nu heb ik toevallig een gek aan, maar gewoon spaghettibandjes. Gewoon tot op je heupen, punt. Nou, let me know. Even kijken, deze trui voor Niels vond ik wel leuk. Zit een beetje een soort werkje in het breisel. Ja, leuk. Leuk. Dit is de trui voor mezelf. Ik dacht het is misschien wel leuk voor op mijn glitterbroek, maar misschien ook niet. Ik moet gewoon even kijken hoe het staat. Deze. Met een stippeltje. Pak ik dit vast. Hey, nieuwens! Oh,
Dit is een beetje op de groei gekocht. Ik vond het zo'n leuk dingetje. Toen dacht ik, weet je, tegen die tijd. Ik kan me niet voorstellen dat het een ooit zo groot is, maar dit is voor 9 tot 12 maanden. En ik vond het heel leuk. Broekje, een tuinbroekje, maar dan met zo'n dingetje. Kijk, als jij het ook een leuk idee vindt om dit de hele tijd in de kast te hebben liggen, maar ik vond het zelf wel leuk. Totaal legaal voor het hele ding. Dan een van die kussenslopen die ik dus al daar in de verte heb liggen. Die ga ik zo op de bank heen doen. En deze, dat is deze. Die heb ik al bijna helemaal nodig. En dan deze trui ook voor Niels. Gewoon een aantal truien die kort waren. Ik had gewacht tot de Primark, omdat hij daar een heel mooi model had een tijd geleden. Maar dan hadden ze dus niet meer in zijn maat. Dus vandaar. Deze, die vond ik ook wel leuk. En hij heeft het altijd heel snel warm. Dus ik probeer niet te dikke dingen. Deze is niet zo dik, die andere is wel wat dikker. Maar ja, dus dat. Sessa, ik ga mijn camera snel opladen. De techniek laat me compleet in de steek. Ik moet nu nog even kijken. 4 minuten wachten. En dan ga ik denk ik. Oh, ik vind het zo eng om dan mijn telefoon in te leveren. Niet wetende of dit gaat goed komen. Maar goed. Ik ben inmiddels aan het koken. Ik was heel lui. Ik heb namelijk gewoon een ui en 2 paprika's. Lekker een beetje in de blender gegooid. Hoef ik het allemaal niet zelf te hakken. Dat heb ik nooit gedaan. Een briljant idee van mezelf. Er zit een beetje juice bij. Maar goed, dit eet ik. Ik ga even de afzuiger aanzetten. Zo. Met daarbij gewoon deze saus. En een probeersel. Dit. En ik heb ook nog kip, maar ik denk niet dat ik dat nog ga doen. Dit is rode linzenpasta. Heel benieuwd. Dus dat ga ik eten. Ik was helemaal weer in mijn site geraakt. Filmpjes aan het bewerken. Dus helemaal tijd vergeten. En nu moet ik over een uurtje de deur uit. Wat helemaal niet uitmaakt. Want ik kan op zich gewoon zo gaan. Maar neem ik helemaal camera mee. Vergeet ik te filmen. Nou. Ik was heel gezellig met mijn beste vriendinnetje. Lekker bijgekletst. Maar even een start gedaan voor onderweg. Ik was dood voor vuurwerk. En nu ben ik weer thuis. En nu ben ik een beetje in twijfel wat ik ga doen. Het is nu 11 uur ongeveer. En ik kan 2 dingen doen. Ik kan of zeg maar gaan slapen. Of nog een lekkere kerstfilm of zo op Netflix gaan kijken. Wat ik eigenlijk wel heel erg leuk vind. Alleen, ik moet morgenochtend wel gewoon sporten best wel op tijd. Dus... ja, weet je, als ik nu nog een film ga kijken, mezelf kennende slaap ik ook niet zo makkelijk altijd zonder Sven. Dus dan, schreef niet zo goed. Wat zou jij doen? Goedemorgen, het is inmiddels al 11:15. Maar ik was om 7:30 wakker. Nee, dit is te vroeg. Ik ben nog niet fit. Ik moet nog even slapen. En dan kijk ik wel even hoe het met sporten gaat. En toen ineens werd ik echt wakker. Een kwartier voordat ik naar sporten moest. What happened? Dus ja, dat was de stand. Toen ben ik gaan sporten. En nu gedoucht en wel. Nu ga ik even optutten en dan de deur uit. Oh, en Sven is ziek teruggekomen van zijn uitje. Dus die ligt al op bed. En dat is even jammer. Ik ben weer thuis. Ik had helemaal de camera bij mijn tas klaargelegd, maar vervolgens heb ik een andere tas gepakt en alleen mijn portemonnee overgeheveld, dus dat is super handig. Dus, maar goed, ik was net naar de stad en ik heb een nieuwe mobiel. Ik moest, ik mocht alweer een nieuwe uitzoeken, ik had het alleen niet helemaal in de gaten vanwege de hele bevalling en zo. Dus die heb ik... nu eindelijk ben ik heel blij mee, want mijn mobiel was echt zo vaak leeg. Daar werd ik helemaal nieuw van. Zal ik zo even laten zien. Ik heb ook rauwe cacao poeder. Dat gebruikt vooral Sven. Maar ik gebruik het ook in die soort energieballetjes die ik regelmatig maak. Dan cacao nips. Die doe ik vaak in de havermout.
Deze was 1 plus 1 gratis. Potjes dag- en nachtcreme. Ik gebruik hem vooral 's nachts en Sven gebruikt hem ook overdag. En hier is mijn nieuwe telefoon. Die ga ik zo even uitpakken. Maar er zijn ook pakketjes binnengekomen. Hallo. Maar er zijn ook pakketjes binnengekomen. En ik heb trouwens nog even wat fruit gehaald op de markt. Ik ga eventjes die pakketjes uitpakken. Net trouwens hier op mijn verregende hoofd. Ik dacht ik ga het maar even uitpakken. Het eerste is dit pakketje. En ik weet al wat het is. Dit is namelijk nog mijn verlaten Sinterklaas cadeau. Voor wie mijn Sinterklaas vlog heeft gezien. Weet dat ik van Sinterklaas nog een bon had gekregen. Omdat dit niet leverbaar was op het moment. Suprem. Wat normaal suprem. Suprem. Zo, kom maar lekker uit hoor. Dus nu ben ik heel blij. Dit begint als meteen aan tassen te knagen. Ik weet niet of ik af en dit herkent. Dit is gek op plastic. Hoe ga ik dit? Het is van Cult Beauty. Ja, je kan op meer plekken kopen, maar hier was hij als eerste weer leverbaar. Het is het Charlotte Tilbury Bigger Brighter Filter Eyeshadow Palet to Enhance Size and Sparkle. Ik vind het echt een super mooi palet, maar het was echt al zo lang niet leefbaar. En ineens zag ik staan Soon Back in Stock en dan kon je je opgeven voor de wachtlijst. Dit is het paletje. Look at this. Het zijn precies de kleuren waar ik zo van hou. En wat ik vind heel veel Charlotte Tilbury paletjes mooi, maar wat ik altijd een beetje mis is een goede mix tussen de glanzende en de matte kleuren. En wat ik vaak mis is echt een beetje een goede highlighter. Want vaak vind ik dat er of te veel glans of te veel matte kleuren in zitten. Of te weinig zeg maar, kleurverschil tussen de twee. En ik wil altijd gewoon graag in een paletje echt een goede lichte kleur voor in je binnenste ooghoek en onder je wenkbrauwbot. En dit heeft dat allemaal. Ik vind het echt super mooi. Dus deze. En wat ik trouwens ook wel leuk vind is dat dit is zeg maar de mega sparkly kleur. En die is niet per se warm of koel. Of warm of koel. Dus je kan er nog een beetje mee spelen. Love it. Love it. Hier ben ik heel blij mee. Dan heb ik nog wat dingen gekocht in een sale. Bij de Zara en bij de Stradivarius. Ik heb volgens mij van best wel veel dingen dubbele maten. En ik heb bijvoorbeeld ook. Hoe heet dat? Broeken. En dat was heel gek. Ik had mijn mandje gevuld. Toen ging ik afrekenen. Dacht ik ineens, hey, waarom is het nou zo veel goedkoper? Ik dacht, het zal aan mij liggen. Maar toen bleek dat ineens al mijn broeken uit mijn mandje waren verdwenen. Dus ik ga ervan uit dat dit dus nu een pakket is met broeken. En een pakket met andere dingen. En dan deze. En dit zijn volgens mij alleen maar twee jassen. Dezelfde jas in een andere maat. Maar we gaan het zien. Ik heb één. Deze trui. Maar die is echt een stuk korter dan ik had ingecalculeerd. Dus even aantrekken. Hij voelt wel echt heel zacht aan. Dit is een probeerseltje. Dit is een broek die wat hoger zit. En dan met een wijdere pijp. Maar deze pijp is wel heel wijd. Dus dan moet ik even. Op het model leek het niet zo wijd. Dus dat ga ik eventjes proberen. Dit is dit jurkje. En dit moet ik echt even aanzien of ik dit mooi vind of niet. Het is een gewoon een jurkje met een bloemenprintje. En dan zit hier een knoopje, maar dan gaat het hier wel weer open. Goed, ik ga het gewoon even passen. En deze trui vind ik eigenlijk zo al niet mooi. Dus dat schiet al lekker op. Deze hoef ik niet eens uit te pakken. Vind ik die kleur gewoon niet mooi van. En dan heb ik hier nog de broeken. Want ik ben dus afgevallen. En ja, dan passen ineens al mijn broeken niet meer. Dat is op zich goed. Maar ik had altijd een soort van verschillende maten in mijn kast liggen. Omdat ja, ook met sport en zo verandert mijn bouw. En dan is het gewoon. En als ik opgezwollen ben. Dus ik fluctueer nogal tussen broekmaten. Alleen de kleinere maten heb ik blijkbaar weggegooid in de tijd dat ik na de zwangerschap van Niels dat ik dacht, nou dit komt nooit meer goed. Maar wel dus. Maken. En ik heb een aantal verschillende modellen.
Dus dat is ook wel weer gewoon een, maar ik zal ze even laten zien. Deze. Ik vind over het algemeen zitten Stradivarius broeken en Bershka broeken mooi bij mij. Soms ook Zara. Dit is de Skinny Low Waist. En High Waist kan ik lang niet altijd hebben, omdat ik dan heel vaak last van mijn buik krijg. Maar ik vind eigenlijk dus Low Waist het lekkerst. Maar tegenwoordig, wat vroeger Low Waist was, dus tegenwoordig is dat ook wel een stuk hoger. Maar dat vind ik dus eigenlijk heel fijn zitten, omdat het dan minst drukt op het pijnlijke stuk van mijn buik. Maar nou moet ik wel zeggen, met die rectus diastase is het ook wel fijn zoals het iets bij elkaar wordt gehouden. Het hangt heel erg van de hoogte van de mond, dus ik ga het gewoon proberen. Dit is een lichte broek. Vind ik altijd een beetje lastig. Lichte jeans. Maar ja, wel een kleur die ik fijn vind om te hebben. Maar ik vind het altijd een beetje ingewikkeld. Ik hou echt van donker, heel donkerblauw. Of grijs, het liefst donkergrijs of zwart. Dit is ook een skinny low waist. Hetzelfde maat, hetzelfde model dus ook. Maar dan inderdaad in een hele donkerblauwe kleur. En dit is ook gewoon een beetje een nette broek ook voor naar het werk. Wel leuk dat hier geen ding doorheen zit, maar goed, oké. Okay. Die kan ik ook niet zo doen. Zit geen... zit hier vast. En dan heb ik een body shape. En dat vind ik vaak wel een mooi model. Omdat ik gewoon best wel een kont heb. En dan is zo'n body shape broek, die vormt het als het ware. Maar mijn kont is misschien niet gevormd, dus niks mis met de vorm van mijn kont. Maar zeg maar door dat model passen mijn billen erin. Dat is een beetje een raar verhaal misschien, maar het werkt vaak wel fijn. Dat is deze. En die heb ik ook in een... Ja, die was er sowieso in de kleuren die ik wilde allemaal niet. Maar ik vond dit ook wel een mooie jeanskleur. Dus dat ga ik proberen. En deze zit wel weer wat hoger. Dat is altijd heel lastig te zien online. Maar ik vrees dat mijn jas die al in het echt wat afgeschreven. Oh, dat is zwaar, hè? Want hij glimt. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Ik ga hem toch even aanpassen. Deze kraag kan er trouwens af. Maar ik ben nog steeds op zoek naar een nieuwe winterjas. Functional strap. Wat? Oké. Okay. Er zit blijkbaar ergens in deze jas een functional strap. En dan kan je zeg maar die jas zeg maar als een soort tas om je schouders doen. Goed. Nee, dat was niet van plan, maar hartstikke handig. Hij is wel echt zwaar en warm, maar... Ik denk echt dat ik hem te glanzend vind. Ik had namelijk al in de winkel had ik al heel veel jassen bekeken en gepast. Maar ik vond het allemaal niet. Het is wel echt mega zacht. Oh, dit is de strap. Super handig. Ik heb dit verzonnen. Nou, misschien denken mensen, dit is echt geniaal dat ik nog nooit eerder dat iemand heeft bedacht. Maar ik weet niet of ik nou de S of de M aan heb. Ik heb een joggingbroek aan trouwens. Mijn broek was een beetje nat geregend. Nou, dit is denk ik de M. Die is te groot. Ik ga even in de spiegel kijken. Nou, de S was wel beter, maar ik vind hem gewoon te glimmend. Ik vind hem ook niet mooi zitten. Dus die gaan terug. Ik ga eventjes een beetje opruimen hier. Goedemorgen, het is zondag. We zouden vandaag gaan zwemmen, maar Sven is nog steeds ziek. Dus Niels is even voor de... TV, Dora the Explorer te kijken. En toevallig zat ik net mijn vlog van 2 of 3 weken geleden te kijken. En ik heb dus nog steeds dit. En ik weet niet, ja, nu zie je het niet super goed omdat ik er al wat concealer overheen heb gedaan. Maar het is een raar rood plekje wat je echt de hele tijd in de vlog ziet. Misschien moet ik er toch een keer naar laten kijken. Het jeukt ook een beetje. En het is, ja, het is echt een vlekje. Het is meer een soort... Nou, ik was tussen huidziektes naar huidziektes aan het googlen of huiddingen. En toen noemden ze iets, zeg maar, je had vlekjes. Maar het ligt in de huid of een plakkaat, dat ligt erop. En dit ligt er weer op. Maar plakkaat vind ik echt een heel vies woord. Maar goed, heeft iemand enig idee wat ik in mijn hoofd heb? Ik weet het niet. Nou, dus dat. Vanmiddag gaat Niels spelen met mijn vriendje. Maar ja, nu is de ochtend dus een beetje... Ik vind het echt super jammer, ik had echt heel veel zin in. Maar goed, het is niet anders. Ik denk dat ik straks maar even iets met hem ga doen of zo. Even boodschappen doen. Ik had al gekeken voor bepaalde activiteiten waar ik nu niet ga benoemen, maar dat zat allemaal vol.
Dus ja, en ik ga gewoon niet met een baby en een peuter in mijn eentje zijn, maar dat lijkt me geen goed idee. Dan ben ik gewoon echt een held op sokken voor, daarbij rijd ik al geen eeuwigheid auto meer. Dus dat gaan we gewoon niet doen. Wij gaan naar Kid City, want Sven is nog steeds ziek. Dus Niels en ik gaan samen, maar dan ga ik mijn camera niet meenemen, want dat vind ik toch een beetje lastig. Want je moet op hem natuurlijk letten en ik wil ook niet dat er met zo'n camera in mijn hand lopen terwijl ik hem moet vasthouden en zo. En ja, nou, het is ingewikkeld, maar ik ga hem gewoon niet meenemen. En papa blijft hier. Gezellig. Wij gaan doppertjes eten. Ja. En er is een mooi unicorn slabbertje om. Ja. Hier zwaaien. Hier zwaaien. Wij gaan lekker eten. En we kijken ondertussen een programma met sneeuw. Heerlijk. Onder het genot van het foute uur. Zeg maar de top 500 van het foute uur. Zijn wij bezig met de plumbing. Ik weet niet of ik het überhaupt had gezegd, maar niks loopt meer door. En ja, we zijn op zoek naar de source of all evil. Waar is mijn ding? Oh, hier. En dat doen we op verschillende methoden. Ik heb bijvoorbeeld van het weekend ook bij mijn buurvrouw gedoucht. Misschien dat ik het wel gezegd, maar goed, anyhow. Nu staat er ook een was aan bij het buurbureau. Maar ondertussen proberen we natuurlijk zelf het probleem te verhelpen en anders een service te bellen. Alleen omdat het feestdagen zijn, kost het echt veel te veel geld. Dus we dachten we gaan eerst zelf even proberen. Dus we zijn alle het bad, de douche en de wastafels aan het doen en ik weet het allemaal niet. En nou, het is een heel interessant karwei, laten we het daar houden. Maar goed, we hebben wel het gevoel dat we nu... Dat we nu goed bezig zijn. Dat gevoel hebben we nog niet gehad de afgelopen dagen. Dus we wisten wel dat we bezig waren ermee, maar niet dit level bereikt hadden. Maar het beker, ik weet het niet. Maar die bed waarschijnlijk goed. Nu moet anders. Sven is ook alweer een beetje opgeknapt. Dus dat is fijn. En de kids zijn bij de opvang. Dus nou ja, daar komen mijn ouders. Mijn vriendje komt zo even langs met zijn vriendinnetje. Gezellig. Maar ja, ik heb net gesport trouwens ook nog. Maar we zijn dus nu hier druk bezig mee. Ik heb zo last van die bil weer. Ik word er helemaal gefrustreerd van. Maar goed, we gaan nu eerst dit oplossen. Ik zou graag wat beelden schieten, maar Sven is niet decent gekleed. Want die dacht, waarom zou ik iets aantrekken als ik met deze ranzige shit bezig ben. Maar goed, en ik had mijn sportdeel aan. Dus we gaan even verder. Straks meer. Maar we hopen dat we het nu gevonden hebben. Je zag het resultaat van onze missie. Maar het is gelukt. Het is echt niet te geloven. We zijn er echt uren en uren en uren en uren mee bezig geweest. En Sven nog langer dan ik. Want ik heb andere dingen gedaan. Zoals het huis opgeruimd. Ik ben nog oliebollen gaan halen. En dat soort dingen. Maar het is gelukt. Het is niet te geloven. Maar we zijn natuurlijk mega blij. Maar het was echt... een werkje. Ik heb nu dit aan. Ik doe dit maar gewoon aan voor oud en nieuw. Ja, hier ligt nog allemaal vuile was. En ik heb allemaal die. Maar we hebben dus ook, we hebben echt alle leidingen die in het huis zijn, hebben we mee bezig geweest. Maar de leidingen van de wasmachine, zeg maar, die zijn ook losgekoppeld geweest. Dus als we de wasmachine aanzetten, moeten we even kijken of het allemaal goed aangesloten zit. Dus dan moeten we even daar zijn. En daar hebben we nu geen tijd meer voor. Want over een half uurtje gaan we de kids ophalen. En daarna komt dus even mijn beste vriendje langs. Daarna mijn ouders. Dus daar hebben we allemaal geen tijd meer voor. Een beetje crème er doorheen. Ik heb in ieder geval dus gewoon een simpele sweater aan. En dan een glimmend rokje. Dat leek me voldoende. Ik heb echt... Mijn bekkenbodem ligt op mijn knieën nu. Het is natuurlijk gebukt en gedaan. En, nou goed, niet het allerbeste voor het lichaam. Ik had ook al gesport, dus het is wel even, het is even goed. Ik heb echt nog geen tel normaal gezeten. Ik heb nog wel een filmpje bewerkt. Tenminste bewerkt, online gezet. Tenminste ingepland. Ik had hem al bewerkt, maar we moesten nog een... thumbnail bijmaken en
dat soort dingen. En toen nog online zetten met de tekst. En... goed, dus dat is gedaan. Dus raak ik hem even een beetje op. Ik had mijn nagels even snel, want toen lag die glitter overheen. Maar ja, toen waren we weer aan het klooien met al die spullen. Al die lijnen, dan moest ik weer vasthouden. Dus ja, goed. Mijn nagel was alweer verprutst. Dus ik dacht, ik doe het straks wel gewoon even echt goed. Ik weet niet of ik nog voor glitter ga, of dat ik nu maar weer gewoon een normaal lakje doe. Nou, ik doe ook niet heel veel spannend met mijn make-up, maar het is meer dat een beetje fatsoen. Ik heb het vanmorgen heel snel gedaan, dat ik natuurlijk kids weg moest brengen en zo. Gelukkig is ze wel weer iets beter, dus dat is heel fijn. Maar die was nu wel een beetje kapot. Vandaar dat je hem zag licht slapen. Wat ik doe, als ik echt extreem lui ben, dan doe ik gewoon echt een paar hele grote plukken. En dan, ik hou trouwens altijd het onderste stuk vrij. En dan doe ik daarna nog een paar kleine plukjes los. Ik zal het even laten zien. En zo ga ik dan een paar van die kleine plukjes even een extra dingetje geven, een extra krulletje. Maar dan vooral bovenop, want dat zie je natuurlijk het meest duidelijk. Dan is het toch iets minder werk dan als je 600 van die plukken gaat. De timer staat nu op 3,5 minuut, dus in minder dan 5 minuten heb je dan toch nog een beetje een sierlijk kapseltje. Onze vrienden zijn net weg en ik heb nog een heel leuk pakketje gekregen met het beautybook volgens mij van de Glamour. En dan een leuk setje met verschillende nagellakjes en nail art van Essie. Ik hou het heel erg van Essie, dus dat komt goed uit. Een kids zonnebrand. En twee lipsticks. Deze, de Nude After Party Loyal Colorish, nummer 259. En een chocolate. Dit is de 856 70% Yum. Heel bruin, ik weet niet of dat me ophaalt, maar die andere is wel heel mooi. Zo, ik ga zo even laten zien wat die heeft. Hele mooie nude met sterretjes erin. Ja, ik. Ja. En deze kan je in je kerstboom hangen. En hier zit mijn favoriete mascara in en een Hyper Precise All Day, ik denk dat het een liquid liner is. Dus super leuk. En nu gaan we zo een kasserol eten. We hadden alleen nog maar verjaardag servet. Oh, jij zit al lekker. Dan ga ik ook zitten. En heeft een mooi staartje. Ja. Ga je ook de camera pakken? Hm? Je hebt de camera pakken. Pyjamaatje aan. Happy New Year! En de beste wensen, ook namens Sven. Cheers, Happy New Year! En ik kijk er ook even naar. Deze dagen is voor het eerst in de jungle. Goedemorgen, deze eerste dag van 2019. Gisteravond was gezellig. Ik heb er niet heel veel van gefilmd. 1-1 gespeeld uiteindelijk. Sven en ik hadden gewonnen. Toen hebben we daarna nog een soort heel snel potje gedaan. En het was hartstikke gezellig. Ja, het was een iets ander plan dan wat we hadden bedacht. Maar uiteindelijk was het helemaal prima. Vandaag hebben we eigenlijk geen plannen. Ja, we hadden een plan, maar dat gaat niet door. Het is een beetje het thema van deze vlog. Dus... een lekker beetje een rustig dagje gaan doen.
En ja, ik ga de vlog afsluiten. Want ja, hij is alweer lekker lang, denk ik. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik wil jullie alsnog, of nogmaals, zou ik zeggen, een fantastisch, geweldig, gezond en gelukkig 2019 wensen. En ja, ik neem jullie weer mee. Doeg!